Vanochtend even voor 5:30 zijn er schoten gelost hier op de Meijerhof in Amsterdam-Zuidoost. Er zijn hulzen aangetroffen en kogelinslagen bij de woning. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Even na 5:30 vindt er hier aan de Rode Kruislaan in Diemen ook een schietincident plaats. Ook hier wordt een pand beschoten en zijn er gelukkig geen gewonden. Een van de kogels heeft wel een gasleiding geraakt, waardoor er meerdere woningen ontruimd moesten worden. De brandweer heeft vanochtend het gaslek weer gedicht. Of de schietincidenten iets met elkaar te maken hebben, is nog maar de vraag. Op beide locaties is er onderzoek verricht. We spreken graag met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld een dashcam of een smartphone zijn meer dan welkom. Dus heb jij informatie? Laat het ons dan weten.